Het is woensdag 6 maart. Dit is Flevoland. Ruim 400 edelherten afgeschoten in februari. Miljoenen palingen uitgezet in de randmeren. Een werkstraf geëist tegen voormalige wijkagent. Goedenavond. Staatsbosbeheer heeft in de maand februari 432 herten afgeschoten in de Oostvaardersplassen. In opdracht van de provincie worden er in totaal ruim 1800 edelherten gedood, omdat er in het natuurgebied te veel zijn. Sinds 10 december zijn de boswachters in dit gebied aan het jagen. De eerste dag verliep moeizaam met slechts 3 herten die werden geraakt. Maar dat aantal liep snel op. Vandaag kwam Staatsbosbeheer dus met de recentste cijfers. In de afgelopen maand zijn er 432 herten afgeschoten. Dat is ongeveer de helft van de 825 edelherten die in januari werden afgeschoten. In februari dus beduidend minder. En dat heeft verschillende oorzaken, maar met name ook de temperatuur. Dus vorige maand hadden we best wel een koude periode en in die periode is het afschot wat makkelijker dan dat het is als het minder koud is. Nou, je merkt dat de dieren dan anders reageren. Ze staan, als het kouder is, staan ze wat meer afzonderlijk van elkaar, wat minder dicht bij elkaar in de groepen. En ze zijn iets minder alert als dat ze zijn als het wat warmer is. Dus ze sparen hun energie een beetje en zijn wat rustiger. Dus dat maakt het afschot makkelijker voor de faunabeheerders. De jagers kunnen niet eindeloos door blijven gaan om het totaal aantal van 1830 herten, het afgesproken aantal, af te schieten. Het broedseizoen komt eraan, dus eigenlijk vanaf 1 april willen wij geen afschot meer plegen. Dus ja, in het mooiste geval zou het zo zijn dat we dan die 1800 zouden halen, maar dat is afhankelijk van hoe het allemaal loopt. Staatsbosbeheer heeft sinds deze week koninkpaarden naar een vangweide gelokt. Inmiddels staan 185 van die paarden op een gebied van 55 hectare, waar ze hooi en water krijgen. Het is de bedoeling dat 160 van die koninkpaarden verhuizen naar een ander natuurgebied in binnen- of buitenland. 2,5 miljoen jonge palingen zijn vanochtend in de randmeren uitgezet om de palingstand te bevorderen. Het is de bedoeling dat de diertjes uitgroeien tot volwassen paling. De glashaaltjes kwamen met een vrachtwagen aan in Harderhaven in Zeewolde. Vervolgens werden de jonge palingen op verschillende plekken uitgezet. In het Wolderwijd, het Eemmeer en het Gooimeer. De glashaaltjes komen uit Frankrijk. Deze paling komt uit de Loire. Er komt heel veel glashaal aan, te veel voor de draagkracht van het water daar. Dus heeft de Europese Unie gezegd van het overschot dat moet je gebruiken om andere wateren in Europa te herbevolken met jonge palen. De jonge glashaaltjes worden in de Zoute Oceaan geboren. Daar vandaan zwemmen ze richting de zoete Europese binnenwateren waar ze opgroeien. Door obstakels zoals sluizen en dijken lukt het hen vaak niet om hun bestemming te bereiken. Het nut van deze operatie is dat paling kan niet zelfstandig Nederlands binnenwater bereiken. Paling heeft zoet water nodig om op te groeien. Deze jonge glashaal, als we die in Frankrijk hadden laten zitten, was een groot gedeelte verloren gegaan. Omdat ze daar ook niet verder kunnen trekken. En er eigenlijk te veel is voor de biologische draagkracht van dat gebied. En wat we nu dus doen, we gebruiken eigenlijk groeiverdunning. Hè. We geven overal die paling voldoende ruimte om tot volwassenheid te komen. Het duurt minimaal 3 jaar voordat de aaltjes zijn uitgegroeid tot volwassen palingen. Als dat is gebeurd, kunnen ze terug naar de oceaan om zich voor te planten. Paling heeft een hele goede rol in ons ecosysteem. Als je kijkt naar wat paling doet, hè, paling die eet bijvoorbeeld als die klein is heel veel eitjes van vissoorten die te veel zijn in Nederland. Maar paling eet ook muggenlarven. Dus hij hoort in dat ecosysteem, hoort hij gewoon thuis. En Nederland is natuurlijk van oudsher uit een paradijs voor paling geweest. En dat komt door? De hoeveelheid water die we hebben hier in Nederland. Alleen wij moeten nu die wateren nog met elkaar verbinden, dat die paling zelfstandig Nederland in en uit kan zwemmen. Bij een aanrijding op de A6 is vanochtend een auto over de kop geslagen. Dat gebeurde kort voor 9 uur tussen Almere Buiten en Lelystad. De auto raakte van de weg nadat deze in botsing was gekomen met een bestelbus. De bestuurder van de bestelbus heeft de auto vermoedelijk over het hoofd gezien. De auto belandde op de kop in de middenberm. De bestuurster kon zelf uit de auto klimmen. Ze is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bestelbus bleef ongedeerd.
Vanwege het ongeluk was de linkerrijstrook een tijd lang afgesloten. Hierdoor ontstond in de richting van Lelystad een korte file. Raadslid Freddy Grin uit Lelystad is uit de PVV-fractie gestapt. Het raadslid voelde zich niet serieus genomen in de fractie. Grin vindt dat de provinciale PVV-fractie bepaalt waar het in de Raad van Lelystad over moet gaan. Fractievoorzitter Chris Jansen van de provinciale PVV-afdeling herkent zich niet in de uitladingen van Grin. Grin gaat als eenmansfractie verder onder de naam Forum voor Flevoland. Door de afsplitsing zitten er nu 16 verschillende partijen in de gemeenteraad van Lelystad. Minister-president Mark Rutte heeft dinsdagmiddag de Eres Hogeschool in Dronten bezocht. Een uur lang beantwoordde hij vragen van studenten en oud-studenten. De Eres Hogeschool werd door Rutte geroemd om de prachtige innovaties in de landbouw die belangrijk zijn voor de Nederlandse economie. Dit leek mij de plek om te vragen aan de studenten hier, zouden jullie willen meedenken en plannen willen inleveren? Ook even richting de VVD-fracties in Europa, in de Tweede Kamer, bij mijzelf. Hoe we nou met die klimaatverandering omgaan, ook vanuit de agrarische sector. Later op de dag praat hij ook met studenten van Hogeschool Windersheim op de vestiging in Almere. The Prodigy treedt niet op bij Lowlands in Binninghuizen. De Britse danceformatie heeft alle optredens gecanceld na het overlijden van voorman Keith Flint. De band was geprogrammeerd als een van de grote namen op het muziekfestival dat half augustus wordt gehouden op het evenemententerrein bij Walibi Holland. De organisatie van Lowlands heeft laten weten begrip te hebben voor het besluit van The Prodigy. Een voormalige wijkagent uit Zeewolde heeft vandaag een taakstraf tegen zich horen eisen. Hij gebruikte het computersysteem van de politie voor privédoeleinden. De man zou tussen 2014 en 2017 met zijn diensttelefoon verschillende persoonsgegevens hebben gezocht. Dat deed hij in het computersysteem van de politie, terwijl hij ziek thuis zat. Volgens de verdachte is dat omdat hij niet zoveel verstand heeft van ICT en op die manier bij wilde blijven. De rechtbank wordt geadviseerd om het ten laste gelegde indien bewezen betrokkenen volledig toe te nemen. Verder was hij op vakantie bezig om kentekens te checken van auto's en trok hij persoonsgegevens na van mensen om hem heen zonder dat er aanleiding toe was. Ook zou hij een aantal kentekengegevens hebben opgezocht om te kijken of de auto gestolen was. Via WhatsApp hield de verdachte iemand daarvan op de hoogte. En dat mag niet, zegt de officier. Een politiemedewerker kan en mag niet voor zichzelf of privé voor opportunistische informatie zelf spelen. Ook niet omdat je zo chantabel wordt. Ik wil u vragen om de verdachte te veroordelen tot een werkstraf voor de duur van 120 uur. Bij niet voldoen betekent dat we zitten 60 dagen. En ook wil ik u vragen om een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen voor de duur van 2 maanden. De man zou in totaal zo'n 6000 zoekopdrachten hebben gedaan, voornamelijk buiten werktijd. De rechter doet 20 maart uitspraak. De Lelystadse fractie van GroenLinks maakt zich zorgen om het huisvesten van statushouders in de gemeente. In het eerste halfjaar van 2019 moet de gemeente 36 vluchtelingen met een verblijfsvergunning plaatsen. Maar tot op heden is dat niet gebeurd. Tot voor kort was het zo dat ze automatisch bij Centrada grotendeels letterlijk onder dak kwamen. En dat was ook prima, want dan hebben ze een goede huisvesting ook. Maar ja, wat er nu gaat gebeuren... Het blijft nog steeds onduidelijk en ook vooral onduidelijk op wat voor termijn er iets geregeld wordt. En ondertussen zitten mensen gewoon in centra te wachten op huisvesting, onder andere in Lelystad. De gemeenteraad nam vorig jaar een motie aan waardoor statushouders geen voorrang meer krijgen bij de toewijzing van hun huis. De gemeente heeft nog wel de verplichting om woonruimte te vinden. Hoewel nog geen statushouder van een woning is voorzien, zijn er geen zorgen bij andere partijen. Het college heeft ons toegezegd dat zij met name in de komende periode zouden kijken naar de gevolgen, de mogelijke gevolgen daarvan. En daar hebben we nog geen antwoord op gekregen. Dus wat ons betreft, we hebben nog niets gehoord in negatieve zin. Dus we gaan ervan uit dat het nog steeds positief verloopt en dat men nog steeds aan de opdracht kan voldoen. Maar dan zonder voorkeursbehandeling. En wij zoeken gewoon naar mogelijkheden als alternatief. En wat ik noemde, particuliere verhuurders, tijdelijke huisvesting, dat zijn opties. U komt er wel uit? We gaan er vast uitkomen. GroenLinks maakt zich nu nog zorgen, maar dat is eigenlijk onterecht, zegt u. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we daar oplossingen voor gaan vinden. En als we geen oplossingen vinden, dan gaan we naar de raad en dan gaan we uitleggen dat het lastiger was dan gedacht. Maar vooralsnog denk ik dat die oplossingen gevonden kunnen worden. Wanneer verwacht u de oplossing? Nou, ik denk dat we wel een eind onderweg zijn. De eerste half jaar hoop ik daar meer duidelijkheid over te hebben. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers gaat binnenkort met de gemeente om de tafel om de wachtlijsten weer vlot te trekken. Over precies 2 weken is het zover. De verkiezingen voor Provinciale Staten. Voor sommigen heel belangrijk.
Maar veel mensen vragen zich af wat die provincie nou eigenlijk voor hen doet. En daarom zetten we de resultaten van de afgelopen 4 jaar op een rij. Provinciale politiek is oerzaai. Er gebeurt niks en het gaat nergens over. Het zijn hardnekkige opvattingen die je best vaak hoort. Toch zijn ze niet helemaal terecht. Want de afgelopen 4 jaar is er hier in het provinciehuis hard gewerkt en veel gerealiseerd. En saai was het hier allerminst. De demonstraties tegen stervende dieren in de Oostvaardersplassen gaven Flevoland grote bekendheid. Onder druk van de publieke opinie besloot de meerderheid van de staten tot een drastische verandering, waarbij het aantal grote grazers flink naar beneden gaat. In 2016 viel er ook een besluit over de vele windmolens in de provincie. Opschalen en saneren werd het credo. Dat betekent dat er minder, maar wel grotere turbines komen. Flevolanders, vrienden van Flevokust. Met een druk op deze knop verklaar ik Flevokusthaven voor geopend. In september 2018 opende gedeputeerde Jan-Nico Appelman de overslaghaven Flevokust bij Lelystad. Via de haven worden goederen van en naar zeehavens, zoals die van Rotterdam en Antwerpen, vervoerd. De provincie zette zich de afgelopen 4 jaar ook in voor de automobilist. Bestaande wegen werden onderhouden, maar er werden ook nieuwe aangelegd, zoals de passage bij Dronten. Een extra tweebaansweg om het verkeer beter te laten doorstromen. En er kwam natuur bij in Flevoland. Verdeeld over de provincie kwamen 17 projecten van de grond. In het Markermeer ontstond bovendien nieuw land. De nieuwe eilanden moeten daar plek bieden aan vogels en recreanten. Waar er buitenshuis behoorlijk veel van de grond kwam, verliep het binnenshuis een stuk moeilijker. Want 4 jaar geleden werd in dit coalitieakkoord afgesproken dat politieke partijen zouden samenwerken. Open, constructief en vanuit vertrouwen. Een mooi streven, maar het is niet echt gelukt. Binnen het college van gedeputeerde staten ontstond er ruzie tussen VVD, D66 en het CDA enerzijds en de SP anderzijds. Vanaf het begin botste de heer Meijer met leden van verschillende fracties binnen provinciale staten. De toonzetting was niet altijd even gelukkig en daarvoor werden dan verontschuldigingen aangeboden. En op weg naar een volgend incident. Ja, we hebben geconstateerd dat de verhoudingen binnen het college en binnen de coalitie dusdanig verstoord zijn dat van een verdere constructieve samenwerking geen sprake meer kan zijn. SP-gedeputeerde Ad Meijer moest uiteindelijk het veld ruimen. Hij verliet Flevoland met een slecht gevoel. Ik zal niet verhelen dat de grove en vooral ook achterbakse manier waarop VVD, CDA en D66 mij en mijn partij uit de coalitie trappen, een ander woord heb ik er niet voor, dat mij dat als persoon diep geraakt heeft. Niet alleen in het dagelijks bestuur, ook in het controlerend orgaan Provinciale Staten stonden de onderlinge verhoudingen de afgelopen 4 jaar onder druk. Ja, het ging er af en toe stevig aan toe. Op de inhoud is dat prima, denk ik. En het mag ook best wat meer. In het verleden was het misschien wel wat gezapig. Er stond ook veel op het spel. Maar inderdaad, in de omgangsvormen kan het af en toe wel beter. Het is op sommige momenten en op sommige dossiers enorm doorgeschoten. Ik vind het helemaal niet erg dat er stevig gedebatteerd wordt. Dat hoort bij politiek. Als het op de mens, op de man gespeeld gaat worden, dan daar ben ik niet zo'n grote voorstander van. En dat is ook gebeurd. Nou, 2 weken geleden werd mij in de commissie Duurzaamheid nog heel duidelijk de mond gesnoerd. Niet alleen door de voorzitter van de commissie, maar ook door de verschillende statenleden. Dus die verhouding is absoluut nog niet verbeterd. En zou wat mij betreft ook om de democratie ten goede te komen, moeten worden verbeterd. Nou, daar hebben we ook in de Staten met elkaar over gesproken. Dat het op sommige punten echt was wat scheef ging of niet goed ging met elkaar. En daar hebben we allemaal beterschap op beloofd. En daar werken we aan. Na de verkiezingen van 20 maart gaat een nieuwe club politici hier weer urenlang debatteren over wat het beste is voor Flevoland. Maar de belangrijkste uitdaging ligt misschien wel in het provinciehuis zelf. Want hier zal de politiek moeten samenwerken. Open, constructief en vanuit vertrouwen.
En wie er dan op het plusje komt, dat bepaal je zelf indirect natuurlijk door te gaan stemmen op 20 maart. Wil je meer informatie over de keuzes die je hebt? Kijk dan op onze speciale verkiezingssite flevolandkiest.nl. En dit was Flevoland voor vandaag. We gaan naar het weer straks met Robert de Vries. En morgenochtend vanaf 6:30, dit is Flevoland op de radio bij Casper en Leo. Een fijne avond, heel graag tot morgen.